Goeiedag. Vanochtend reed ik langs een uithangsbord. Daar stond op: als je assistent wel naar BNR luistert, dan moet je oppassen. Ik moest grinniken. Ja, veel van de luisteraars die weten toch wel dat het een afkorting is van Business News Radio. Daar luister je naar als je op de hoogte wil blijven van business, werk. Maar plotseling veranderde mijn denklijn. Zit daar niet een boodschap in? Wat doe ik? Wat luister ik thuis, op het werk, in de auto? Want als je in plaats van BNR nu GNR invult, dat staat tenslotte voor, ja, groot nieuwsradio, om ook maar een afkorting te gebruiken, dan krijg je toch een heel andere invulling. Wat dacht je bijvoorbeeld van een niet-christen als baas hebben? En de christenwerknemer die in plaats van BNR naar GNR gaat zitten luisteren? Leven we dan nog steeds in een vrij land, vraag ik me dan af? Is de reactie van de werkgever dan ook zoiets van: oh, lekker muziekie. Ah, best wel interessant nieuws. Of worden we toch een beetje fronsend aangekeken? Ik ben best wel benieuwd. Bij de meeste werkgevers is het misschien wel zo dat we universeel moeten blijven. Logisch. Ergens in het midden van de FM-band zit genoeg voor de meeste mensen. Maar niet voor mij. Van een algemene zender steek ik eigenlijk niks meer op. Mijn interesse is verschoven. Heel christelijk gezegd, ik ben gaan beseffen dat ik niet meer van deze wereld ben. Maar dat kan weer zo confronterend overkomen als je dat zo uitspreekt. Laat ik het dan zo zeggen, ik heb in ieder geval een andere mogelijkheid, de kans om iets anders te luisteren. En wat doe jij? Het gaat me dan natuurlijk enkel om een voorbeeld, een diepere kern, een waarschuwing. Als een christen zijn zender weer opzoekt, in mijn geval Groot Nieuwsradio, dan wekt dat misschien wel onrust. Of het nou gewoon in de praktijk gaat, of in geestelijke opzichten. Waarom die ene zender? Tja, waarom niet? Ja, maar er is veel lekkerdere muziek, veel interessanter nieuws, veel betere kwaliteit van de stereo en zo om naar te luisteren. Ja, oké, maar dat is maar een invalshoek. Durven wij eigenlijk wel de zender aan te zetten? Durven we wel te getuigen van God? Ook door een radiozender als Groot Nieuwsradio aan te zetten? Een willekeurige andere zender hebben we zo gevonden op onze radio met RDS, kabel, noem maar op. Stereo schalt door het huis, de bas dondert door de klapperende ramen van de radio. Pardon, van de auto natuurlijk. Iedereen mag meegenieten. En Groot Nieuwsradio, GNR. Die moet je opzoeken. Dat is niet zomaar een zender, dat is een zender die probeert om in het klein een boodschap door te geven. Er is meer. Ze laten zien dat een gewoon mens mag genieten van wat God aan talenten geeft. Er is meer tussen hemel en aarde. Ze laten zien dat Gods woord mag spreken. Ze laten zien dat ze christen zijn. Laten we eens om ons heen kijken. Vertellen we anderen over GNR, Groot Nieuwsradio? Of houden we het voor onszelf? Een ander wordt er niet zomaar mee, willen we er niet zomaar mee lastigvallen. Kom op, die en die en die en die. Nee joh, die vinden dat helemaal niets. Dat is niets voor hun. Nee, die luistert naar hard rock. Die luistert naar radio, weet ik veel wat dan nog meer. Nee joh, dat hoeven we niet eens te vragen. Hebben we het dan al überhaupt gedaan? Zit er niet een stukje schroom achter? Is het een angst? Misschien bang om te getuigen? Waarom? Of heb je er nooit meer zo mee bezig gehouden? Praktisch een getuige voor God mogen zijn. Is het enkel voor de binnenkamer genoeg en ben je wel zo tevreden? Of wil je misschien meer? Hoeveel mensen heeft u vandaag al van de Heer Jezus verteld? Hoeveel mensen heeft u al ingelicht over Groot Nieuwsradio? Hoe vaak heeft u vandaag al getuigd van uw almachtige God, de baas van uw leven? Bent u de dag begonnen met de vraag: Heer, wat mag ik vandaag weer voor u doen? Wie mag ik vandaag van u vertellen? Laten we in ieder geval onszelf bemoedigen met de teksten die we in de Bijbel erover vinden. Denk eens bijvoorbeeld aan 1 Thessalonicenzen 1. Daar staat: ten overstaan van God, onze Vader, gaan onze gedachten dan voortdurend uit naar uw geloof dat uit uw daden blijkt. Naar uw onvermoeibare liefde en uw onwrikbare hoop op onze Heer Jezus Christus. Nog beter, en dat vind ik wel een hele duidelijke, is bijvoorbeeld Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen en jullie zullen getuigen van mij
zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot in de verste delen van de wereld. En wat doet u ter ondersteuning? Bent u ook al een sponsor? Bent u ook al ambassadeur? Grootnieuws Radio. Radio met geloof, hoop en liefde. Grootnieuws Radio heeft als missie ieder uur en elke dag van de week het evangelie van Jezus Christus in de ether te brengen. Door middel van muziek en gepresenteerde programma's. Grootnieuws Radio krijgt geen subsidies en is volledig afhankelijk van verkoop van reclamezendtijd en donaties van particulieren, kerken en bedrijven. Help mee en word ook donateur. Kijk voor meer informatie op grootnieuwsradio.nl/donatie.